Dit is nieuwsuitzending nummer 156. Hier zie je in beeld nummer 155. Maar dit is 156. En dat wordt een hele mooie uitzending. Want Jurk Gliesman, en jullie waarderen hem net zoals ik, die heeft kritiek geuit op dit epistel van mij. Over de heersers van het kwade. En het is niet bedoeld als kritiek. Maar wel als kritiek. En ik wil dat jullie heel goed naar hem gaan luisteren wat hij hierop toe, of hieraan toe te voegen heeft. Dat jullie net zoveel respect voor hem krijgen zoals ik dat heb. Ik ga hem nu bellen, dat is heel spannend. Hallo? Hallo Perry. Hallo. Hallo. Ik heb net al ik heb een korte intro al gehouden. Je mag eigenlijk gewoon gelijk van start met. Maar laten we even. Want we gaan het hebben over wat ik gedaan heb met Rulers of Evil. Met nieuwsuitzending 148. En daar heb jij een aantal dingen aan toe te voegen. Ik wil het, ja, gewoon toevoegen. Dat mag. Hè. Ik ben een grond voor jou om kritiek te geven. Ik ben ver af om iemand te willen gaan bekritiseren. Oh, nee, dat heb ik nog niet. Zo'n fantastisch werk waard gelijk dat jij doet. Ja. Alleen viel mij op. En dat vond ik wel spijtig. Aan de ene kant is het heel goed hoe dat je doet. Ja, aan de ene kant is het heel goed hoe dat je doet. Zo onvoorbereid. Je zet je gewoon neer en leest dat boek. Uh-huh. Laat je gedachten vrij vloeien. En geeft je commentaar waar commentaar moet gegeven worden. Alhoewel dat je daar niet al te veel over had. Maar je hebt dus echt een paar belangrijke dingen. Gewoonweg niet vernoemd. En ik vind het heel spijtig. Ja. Dat dat gebeurd is, en ik kan niet zeggen dat ik het beter doe, of zo, maar ik merk het gewoon op. Ja. Omdat, als we eventjes, ik weet niet of dat je dat boek bij de hand hebt, maar als we... Ja, ik heb die pdf hier bij de hand. Als we naar pagina 16 op de pdf gaan, bijvoorbeeld, dat is tijdens de introductie, hè, in de orientation. Seconde, ja. Ja? Even kijken hoor. Ik maak een screencast, dus... Rulers of Evil, pdf. Ja, pagina 16 in de boek, in de PDF. Ja. Even kijken. En bedoel je dan 16? Bedoel je normaal 16 of Romein 16? In de PDF. Dus bovenaan in de PDF-counter van 352 ja, pagina's. Ja, precies. Jij bedoelt de tweede pagina van Marginalizing the Bible. Nee. Oh, terug. Introductie. Oriëntatie. Introductie, ja, precies. 16. Romeins 15 is dat in dat boek en 16 in de PDF, in mijn PDF tenminste. Ja, oké. Okay. Ja. Het ik heb ze allebei in beeld. Ja. Even voor de controle. Op pagina 15 staat onderaan So John McCoon was a Jesuit. Ja. Uitroepteken. Precies. Ja. Ja. Juist. Dus daar gaat het in feite over hier. Hè? Hij wordt ja voor gerecht gedacht, omwille van dat hij zo gezegd geen aangifte gedaan heeft voor zijn belastingen. Ja. En in de eerste, in de tweede alinea staat hier: The booming voice of a lawyer friend broke my concentration. Dus de luide stem van mijn advocaat vriend verbrak mijn concentratie. Tapper, heeft hij gezegd. Ja. En duidde over naar John McCoon. Heb je eigenlijk je prosecutor ontmoet, dus je aanklager. Aha. Heb je aanklager ontmoet. Maar jij doet natuurlijk veel beter die vertaling naar het Nederlands als ik dat doe. We helpen elkaar, hè? En hij introduceerde ons dus op een joviale manier en is dan weggegaan om met een paar andere mensen te gaan spreken. En McCoon en ik, wij hebben de handen geschud. John, vroeg ik hem, en ik voelde gewoon dat ik een small talk moest gaan maken. Komde jij uit Chattanooga? Ja. En hij antwoordde, hij, ik kom uit Washington. Ja. Iets in mij vroeg mij in feite om verder te gaan met mijn met mijn vragen. Ja, ja. Dus eigenlijk, originaal, komde jij van Washington? Nee, eigenlijk kom ik van New Orleans. Ah, ik heb heel veel cousins in New Orleans, heb ik gezegd. Aha, Louis, zoals het zegt. Ja.
Het leek alsof hij een beetje op het einde was. Dat hij zich ongemakkelijk voelde. Ja, ja. Dat hij zich ongemakkelijk voelde, ja. Ja. Wel, zeggen wel, de naam Saucy is niet onbekend in die streek, zegt hij. Ja. Een van mijn favoriete cousins leeft in New Orleans, zei ik. Ja. En noemde de naam van mijn cousin. Nee, voor een neef of nicht. Maar ja, dat weet je dan niet. Hè? Maar gaan we door, gaan we door. Hij is jouw cousin? Wel, hij en ik, we werden samen geordineerd. Ja. Geordineerd, vroeg ik. Ah, mijn cousin is een jezuïetenpriester. Ja. Zeide jij een jezuïet? Ja, zei mijn aanklager. Ja. Nu voelde hij zich toch duidelijk ongemakkelijk. Weet je, zichtbaar verontschuldigen. Ja. Ik moet mij hier misschien verontschuldigen. Wil zeggen van, ik wil liever dit gesprek afbreken. Mm-hmm. Een jezuïet op den ogenblik, als hij moet toegeven dat hij een jezuïet is, voelt zich betrapt. Ja, maar je moet je toch ook schamen als je dat doet. Kom op. Ja, een jezuïet schaamt zich niet. Maar een jezuïet heeft natuurlijk niet graag dat hij als jezuïet herkend wordt. Want in de eed van de jezuïeten lezen wij dat een jezuïet zich bij iedereen voordoet voor iedereen. Dat hij alles en iedereen kan zijn. Ja, en dat vind ik ook dat je dat moet zijn. Alleen, ga maar door. Ja. En dus dat zijn ware identiteit er niet uitkomt. Gemakkelijk. Ja. En dat is het vervelende. Dat men niet weet dat hij een jezuïet is. Huh? Dat is ook precies mijn probleem. Dat iemand weet dat ik Rumpelstilzchen heis. Huh? Ja. Zeggen we in het Duits. Ne? Ja, Repelsteeltje. Even voor de luisteraars. Ja. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Ja. Ach, wie goed dat niemand weet dat ik Rumpelstilzchen. En zo zijn de jezuïeten ook. Mm-hmm. En op den ogenblik voelde hij zich natuurlijk betrapt. En dan gaat het verder in het boek. Zo, John McCoon was een jezuïet. Mm-hmm. Die media die dit met de lepels ingegeven hebben, deze news, hadden mij al reeds veroordeeld als een tax-protester. Dus als iemand die taxatie, dus belastingen, protesteert. Ja, wat was eigenlijk aan de hand? Waren de jezuïeten weer de protestanten aan het vervolgen? Saucy is een hugenot. Ja. Een protestant. Want daar ging het om. En de vraag is dus van... Ja, maar... Denk een keer na. Van alle aanklagers die je kunt hebben... Waarom uitgerekend een jezuïet... De opdracht krijgt... Om Tapper Saucy... Te achtervolgen. En dan... En dat is nog een veel belangrijker punt, maar die hebben wij overgeslaan, want dat staat op de bladzijde daarvoor. Aha, 14, ja. Dat is de dag dat ze hem aangeklaagd hebben. Ik weet dat nu niet precies te vinden op die bladzijde hier, want dat staat ergens in de orientation daarin. Maar die dag dat ze hem aangeklaagd hebben, was in feite een dag, een feestdag voor, ik dacht, de kanonalisatie van Ignatius Loyola. Oké, ik lees er even in... We zullen dat wel vinden als we verder lezen in dat boek. Je komt er uiteindelijk naartoe, maar dan moet je dus uiteraard de introductie doorlezen. Dus ik wil maar zeggen, dit wat we hier juist gelezen hebben, is een heel belangrijke motivatie voor Tapper Saucy om überhaupt de jezuïeten te gaan opzoeken. Om überhaupt dat hele boek achteraf te gaan starten, om zijn onderzoek te gaan starten. Omwille van dat hij ineens leerde van, ik word van een jezuïet hier aangeklaagd. Ja. Wat zijn eigenlijk die jezuïeten? Wie zijn dat? En hoezo klagen zij mij aan? Dat was zijn motivatie achteraf om überhaupt de hele research te doen, die onderzoek te doen, om dit boek te gaan schrijven. Ja. En dat heb je overgeslagen. En ik vind dat nogal belangrijk, want tenslotte is dat zijn motivatie om een feit dat boek te schrijven. Ja. Voor hetzelfde geld heb ik het overgeslagen, zodat jij de gelegenheid hebt om dat mooi in te vullen. Want ik heb het al gezegd in mijn intro, wat Tom Fresh heeft gedaan, en jij hebt ook hersen des beusje, het is uren en uren. En ik wilde er eigenlijk doorheen racen. Mm. En dan...
mensen wel te prikkelen van lees dit boek. En nog leuker is het natuurlijk dat wij dit gesprek hebben. Dan race ik er doorheen en dan vul je mij aan. Ja, mensen hebben toch uren nodig om dit te begrijpen. Deze man heeft hier 10 jaar over gedaan. Daar heb ik ook nog bij stilgestaan. Hoeveel seconden is dat per pagina? Als je 10 jaar doet over het schrijven van 1 boek. Van? Al met al 300 pagina's? Ja, rond de 330 pagina's, ja. Ja, van die intro is door de die andere mensen geschreven. Ja? Ja, dat is toch iets van 0,1, dat is een 1/10 pagina per dag. Nou ja, maar een boek schrijven, Perry, houdt meer in als alleen maar zich neer te zetten en een pagina vol te schrijven. Je moet ook research doen, onderzoek doen en je moet feiten bijeen kunnen gaan dragen. En Capasauce heeft veel van die 10 jaar, die hij voor dit boek geresearched heeft. Dat boek zelf, dat heeft hem waarschijnlijk in een paar maanden neergepennt. Ja. Maar het gaat over al die notas en notities, die hij neemt tijdens dat hij in de verschillende bibliotheken over heel het land gezeten heeft, waar dat hij dat weten vergaard heeft, dat hem hieruit gehaald heeft. Want tenslotte komt Capasauce, en dat is, dat mogen we nooit vergeten, Capasauce komt in dit boek met dingen aandraven waar niemand anders over spreekt. Ja. Capasauce maakt het nogal duidelijk dat George Washington, die je in de laatste video waar je over Rulers of Evil sprak al vernoemd heeft, hebt, want je hebt daarover geschreven, je hebt dat voorgelezen wat in het boek staat, George Washington, a Protestant, ja, daar kreeg ik al direct, hoe noemde dat, kippenvel, want George Washington was eveneens een protestant, als dat de paus een bijbelgelovige christ. Daar corrigeert het meer. Ja, daar corrigeert mij. Ja. Maar dat wordt natuurlijk heel graag door mensen als Eric John Phelps over een ander blad gegooid. Weet je? Eric John Phelps verdedigt George Washington op elke moment dat hij kan als een Baptist Bible Believing Christian. Ja? Eric John Phelps spreekt nooit over de Orde van Cincinnatus. Waar George Washington de oprichter mee van was en de eerste president tot aan den ogenblik van zijn dood. En wat de Orde van Cincinnatus überhaupt is. Je kunt dat boek van Eric John Phelps, Vatican Assassins Wounded in the House of My Friends, lezen van voor tot achter en je gaat de Orde van Cincinnatus niet tegenkomen. Hij legt nooit uit hoe het komt, dat George Washington in de apotheosis, dus in de vergoddelijking, fresco, in het Capitool is. George Washington wordt in het Capitool, in dat fresco van Brumidi gemaakt, tot God verhoven. Ja, gemaald is even voor onze Nederlandse luid geschilderd. en Sjoerdekoeng. Ja, een fresco is geen schilderij. Een fresco is een speciale manier om zo dingen te gaan doen. Want je werkt daar, je moet dat eens een keer lezen. Je komt daar later naartoe als je hier kapitel 22 of zo leest. Dome of the Great Sky. Als je daarin leest, dan komt je dat te weten. Een fresco wordt op een heel andere speciale manier gemaakt. En Brumidi had al jaren geen die meer gemaakt. En dat fresco in de Dome van het Capitool in de Verenigde Staten van Amerika in Washington D.C. is de eerste fresco die in dat land überhaupt gemaakt werd. En men moet die Apotheosis, dus die vergottelijking van Washington, daar moet men goed doorgaan en goed analyseren wat er allemaal dargesteld is. Die verschillende goddenen, noem ik ze maar, die daar dargesteld zijn en zo, dat moet men allemaal heel goed analyseren. Dat heb ik in die boeklezing ook toen gedaan. Ja. Die Engelsen, dat is het ook, de Duitsers. Ja. Want het is, ik begin hier alleen maar over en ik zeg het ook iedere keer van mensen, ik race hier alleen maar doorheen. En wil je het echt weten, ja, dan moet je het gewoon het boek zelf gaan lezen. En als je nog meer intro wil, dan kan ik naar jou luisteren en naar Tom Fresh. Nou, en meer mensen ken ik, ja, maar iedereen refereert het ook, hè? Heel veel mensen, die pakken pagina's zoveel erbij. Het is best een heel explosief boekwerk, toch?
Ja, het boek is heel explosief. Vooral als je Te Gooi leest en Te Gooi analyseert. Rulers of Evil, dat is mij duidelijk geworden. En eigenlijk is mij dat pas echt duidelijk geworden als ik het boek door had. Als ik het ingelezen heb in Engels. Uh-huh. En als ik het dan later in Duits nog een keer samengevat heb. Want daar heb ik ja in totaal 13 video's gemaakt in 12 delen. Deel 4 was opgesplitst in deel 1 en deel 2. Uh-huh. Heb ik een samenvatting gedaan van het hele boek, die, als je dat in PDF schrijft, 132 bladzijden was. Dus ja, al toch dik meer dan een derde van wat dat boek op zichzelf al is. Ja. En ik heb gemerkt, pas op dat ogenblik, dus als ik het in Engels door had en als ik dan in Duits zelfs naar de samenvatting ging, en zelfs na die Duitse samenvatting, is mij opgevallen dat je Rulers of Evil niet alleen maar moet lezen wat in de lijnen staat. Je moet vooral tussen de lijnen, tussen de regels gaan lezen. Dat boek heeft zoveel waarde als je het echt gaat studeren. Mm-hmm. En juist daarom, Perry, vind ik het spijtig als jij dat doorheen zou razen. Als je niet tenzij jij mij helpt om de noodzakelijke details in te vullen. Dan maken we toch een compacte uitzending die leuk is voor mensen naar te luisteren. Want ik begrijp al waar Frederik Tupper Saucy het over heeft. Dat is het probleem niet. Maar nu de andere mensen nog. Ja. Ja. Als dat iedereen... kunnen we toch doen in een discussie. Dat is toch heel erg leuk. Oh ja, natuurlijk, als je dat wilt. Ja, ik ben daar... dan ben jij mijn critiqueur daar. Of zo. Ik ben daar graag toe bereid. Als je zegt van, kijk, we zetten ons vandaag eens een keer leer. Gelijk dat we nu zijn. We zijn hier op die pagina 16. Je zegt van, weet je wat, ik doe nu verder die lezing. En elke keer als ik daar iets op in te werpen heb, te commentariëren of zo, dan doe ik dat heel graag. Ja, gewoon ding laat dong. Laat ons dat doen, ja, heel graag. Ik ben daar absoluut voor. Ja. Ik ben daar absoluut voor. Als jij dat graag wilt doen, Perry. Ja. En dan ben ik gewoon, ik ga me gewoon lekker vrij. Ik ga lekker mijn eigen gang. Mm-hmm. En ik geef jou de ruimte om dat in te vullen, daar waar je het nodig vindt. En dan maken we vaart. En dan denken mensen ook van, Perry praat met Jurk, weet je wel. Dat is ook weer leuk voor de mensen om dat te horen. Om onze stem te horen, dat wij niet bang zijn. En dat we gewoon rustig praten over de meest verschrikkelijke dingen. Ja. Dank u. Nou, dat is een goede afspraak voor de volgende uitzending die ik ga doen. Ja, oké. We moeten dat natuurlijk niet nu doen, hè. Dus, Nee, dat gaat niet. Ja. Wanneer dat je ook maar wilt, hè? Ja. Maar ja, dan nog, je bent dus over Subliminal Rome, dan kom ik dus naar mijn tweede kritiek eventjes naartoe. Ja, is goed, ja, dat precies misschien... wel. Alles wat ik gedaan heb, mag je kritiekeren, ja. Subliminal Rome, ga maar erin, ja, ja. Ik denk dat dat misschien daarom interessant is, Perry, voor die mensen die je video's gaan bekijken, en dat ze ineens een keer zeggen van, ja, maar op deze pagina staat dit en dit, en dat vernoemt hij met geen enkel woord. Je bent daarover begonnen in Subliminal Rome, dus het onderswellige Rome, of hoe je dat ook in Vlaams wilt noemen. Sublimale, ja, het onderhuidse, zou ik zeggen. Ja, dat was ook wat Duits, denk ik, hè? Ja, in Duits sagt man unterschwellig, ne? Das geheime Rome, oder wie auch immer. In elk geval, ja, met die talen, dat is wel leuk. Ik heb daar juist een commentaar gekregen op een van die video's die ik van ons opgeladen heb op mijn kanaal. Ja. Dat iemand zegt van, amai, dat is wel leuk, jullie amai, Duits, Engels en Duits, Engels en Nederlands en Vlaams. Nederlands door elkaar te gooien. Nou, Vlaams ook, hè. Vlaams is iets anders. Ja, ja, ja. En toch nog een punt te maken. ik vond dat fijn. Ja, nu in elk geval, als we daar eventjes naartoe gaan, want dat is echt een absoluut belangrijke punt en je kunt me daarmee helpen, dan kunnen we dit al verwerken, dan moeten we dat in het vervolg niet meer doen. Gaan we hier eventjes een keer naartoe, want dit eerste kapitel moeten we zeker samen doorwerken, als we dat samen willen gaan doen. Dat maar dit ook punt wil zijn, ik toch nu al, dit punt wil ik toch nu al een keer echt een punt van maken. Erin. Wij lezen op het einde van pagina 2, ja, dus in de PDF op pagina 25 of 26, nagelang, ik heb er hier met twee bladzijden tegelijk die dat toont. Ja, de pagina die begint met Bernstein noted that the leading American players. Ja, ja. Precies. Die pagina, dat is gewoon pagina 2, niet op zijn Romeins, maar op zijn Arabisch. Ja, dus de laatste
Alinea. In leest. Fact, begint hij mee. In fact, ja. When the Holy Alliance story hit the stands, there was virtually no arena of federal legislative activity, according to the 1992 World Almanac of U.S. politics, that was not directly controlled by a Roman Catholic senator or representative. Nu, als wij dat kapitel 1 dan nog een keer te goed gaan lezen, samen, uh-huh. gaan we natuurlijk eerst en vooral in op die zogenoemde Heilige Alliantie. Ja. Die Holy Alliance, die verswering, geen verzweringstheorie, nee. maar een bewezen verswering ja. van de toenmalige machtigste politicus ja. in de westelijke wereld, de Amerikaanse president Ronald Wilson Reagan, en de toenmalige antichrist, Paus Johannes Paulus II, de ja. Cyclon B-dealer uit... Cyclope-dealer. Uit Auschwitz in de Tweede Wereldoorlog. Echt waar? Die twee hebben zich met elkaar verzworen, min of ja. meer, omdat dat een wereldagenda was die al ja. lang op voorhand gepland was. Heel één seconde. Mm-hmm. Nederlanders, wat wij samenswering noemen, dat heet op zijn Duits verschwöring. Ja, zo'n verswering. Ja, verswering, maar zeg jij maar gewoon verswering, want wij ik begrijpen... Ik mijn eigen vorm, vanaf, ja, sorry. Nee, wij begrijpen je wel. Ja, dat is... Ja, dat je, maakt er helemaal niet uit, joh. Ja, ik heb die taal nooit niet te goed geleerd en dan heb je natuurlijk zitting... Ja, dat is toch helemaal dat, niet nodig, we kennen je ja. wel verstaan. In elk geval dus, en samen, die twee hebben zich samen verzworen om het communisme tot val te brengen. Hm. Tenminste, hm. om het naar de buitenwereld zo te laten schijnen. Stimmt. Want uiteindelijk heeft communisme overwonnen. Maar... Dat merken de mensen, Perry, mm-hmm. onze lieve medemensen vandaag de dag niet. Omwille van dat zij in de pot zitten, gelijk een kikker die ja. in koud waterpot gedaan wordt en ja. waar heel traag de verwarming omhoog gaat. Ja. Ze merken het niet hoe dat ze gekookt worden. Ja. Ze merken niet hoe dat ze zeker en toch altijd ja. maar meer en meer ja. in het communisme gedrongen worden. Ja, ik wil je niet beledigen, maar ik heb dus een film gezien op YouTube... waarin mm-hmm. ze daadwerkelijk een kikker in een pan stopte. En het mm-hmm. water er zat te borrelen. En die kikker die kwam er levend uit. Schoon. Ja. En er werd dus uitgelegd van een kikker, dat is een koudbloedig dier. Mm-hmm. En die adapteert. Dus ja. Als je zijn kop niet afhakt. In principe, ja, hij kan een beetje. Ja, je kan hem natuurlijk niet eeuwig koken. Nee, ik denk het ook niet eeuwig, nee. Anders zou je een probleem krijgen, want dan krijg je ja die, hoe noemen ze dat, frog legs daar, die kikkerpillen daar die je klaarmaakt, die krijg je anders ook niet gaar gekookt. Dus. Allee, in elk geval, waar ik dus op neer wilde, de mensen merken niet hoe dat het communisme hun ingeluld heeft de afgelopen jaren. Ja. In Amerika zijn ze een klein beetje wakker geworden op een ogenblik als Obama met zijn Obamacare kwam, want dan zijn ze van nu spant het toch wel erg ver. Nu span je toch wel erg ver met nu zijn Obamacare. Ja. Dus bij wijze van spreken van jongens, nu gaat het echt een beetje buiten de lijn. Nu beseffen ze in Amerika stilletjes aan dat zij het meest communistische land aan het worden zijn überhaupt. Ja. En wij in de Europese Unie maken het er nog altijd maar voor. Ja. Want wij hangen allemaal af van de staat vandaag de dag. Allemaal. En... dat is ja. die idee die al begint met Thomas Aquinas, Thomas van Aquin. Ja, ja. Thomas van Aquino, ja, ik heb die man ook echt gelezen. Weet je dat hij een... hij had zo'n dikke buik, dat ze hadden een speciaal bureau voor hem gemaakt. Dat heb je in een ja. van je video's een keer gezegd. Ja. Ik heb dat werk ook gelezen en dat slaat helemaal nergens op. Ja, summa theologica. Dus het is gewoon, summa theologica. Ja, je kan ook havermoutpap in je linkeroor stoppen. Dat klinkt ook leuk. Ja, het is gewoon het ene woord na het andere woord. Ik heb daar niet zoveel respect voor, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, maar in elk geval... Been there, done that, got a t-shirt. Dat is Engels, hè? Ja. Hij bouwt zijn hele leer op, in feite, op de Griekse... filosofen Aristoteles, Socrates en Plato. Mm. En dat is ja ook het standbeen van de Romeins-Katholieke Kerk. Hè? Daarom wordt het ja ook in de openbaring
In dat boek van de openbaring of boek van de apocalypse, of hoe je het ook wilt noemen, wordt het beest uit de zee ja ook voorgesteld als zijnde een leopaard. En dat is ja, zoals we weten, het beest wat daarvoor bestond, namelijk Griekenland. Hè? Dus dat is de basis van de Romeins-Katholieke Kerk. Ja. En die heeft in feite ja daarvoor gezorgd dat communisme in feite bij de mensen in de hoofden in feite al in zit. En dat is wat we vandaag de dag hebben, want de staat neemt van ons, alles wat hij kan en dan verdeelt de staat het volgens zijn eigen denken terug. Absoluut tegensprakelijk tegenover dat christelijke principe, dat wij voor onze dingen gaan werken en wij die dingen verdelen volgens wij met onze mensen willen gaan omgaan. Ja. We hebben dat hele sociaal systeem niet nodig als we voor de mensen zorgen die ons dierbaar zijn. En wie is ons dierbaar, Perry? Zoals Jezus zegt, hou van je buur als van jezelf. Ja. Ja, dus wij zouden automatisch voor die mensen gaan zorgen, omwille van dat het onze christelijke plicht is om dat te doen. Ja. Maar laat ons niet al te ver afzwijven. Ik was hier dus... Ja, precies. Ja. Ik heb wel een vraag. Ik was vergeten bij de voorbereiding om mijn aansteker uit mijn jas te halen. Oh, ja, dat gaat natuurlijk niet, dat je niet kunt roken ondertussen. Dat moet je natuurlijk eventjes gaan halen. Hè? Ja, maar misschien dat jij een stukje kan voorlezen... Terwijl ik heel erg snel mijn aansteker ga pakken. Dat zal ik doen, Perry. Dat is geen probleem. Oké, dan zie ik je zo. Ja, je ziet mij zo. Nu ondersteun ik hem nog in zijn slechte gezondheidsgedrag. Maar ja, wat kunnen we doen? In feite, dus ik heb nou juist die zin voorgelezen in Engels. Al in fact, when the Holy Alliance story hit the stands, there was virtually no arena of federal legislative activity, according to the 1992 World Almanac of US Politics, that was not directly controlled by a Roman Catholic senator or representative. Wil zeggen in het Nederlands dat in feite, als de holy, die heilige alliantie tussen dus Paus Johannes Paulus II en toenmalig Amerikaanse president Ronald Reagan in het nieuws kwam, daar was werkelijk geen enkel plaatsje meer in de federale, dus in de bondslegislatieve activiteit. En dat gebaseerd op het schrijven in de 1992 World Almanac of US Politics, dat niet direct gecontroleerd werd door een Romeins-Katholieke senator of representatieve die Romeins-Katholiek was. Nu, dan moeten we eventjes een keer teruggaan in 2015, zoals jullie weten, heeft de toenmalige antichrist Paus Franciscus I. in 2015 de Amerikaanse continent bezocht en de Verenigde Staten van Amerika bezocht, heeft zich laten uitnodigen van het House of Representatives walgelijk, ja. Om in de legislatieve van de Amerikanen te spreken in september 2015. En dat heeft hem ook gedaan. Hij heeft daar meer dan 1 uur gesproken. Nou, je moet daar eens een keer naartoe luisteren. Na dat speech. Hij heeft minstens 6 keren de uitdrukking the common good gebruikt. Als we nog een keer het algemene over goed. Praten. Ja, voilà. Als we nog een keer maar het algemene goed, even voor de luisteraars. Maar het algemene goed, het is in beheer van de Katholieke Kerk. Als er iemand zijn rijkdom moet verspreiden, dan zijn dat de katholieken wel. Mm. Nu mag jij weer. En wie heeft er natuurlijk opgekomen met dat, werk, met dat woord common good? Thomas van Aquin. Ja, Dus hij heeft dat toen met de legislatieve gesproken in een zogenoemde joint session tussen de congres en het representantenhuis. Dus exact dat waar we hier over spreken, dat er niet één enkele senator of representant voor het volk was in feite, die niet direct Romeins-Katholiek... Kortom, anders gezegd, want er zit hier een negatie in, maar als je die negatie eruit not directly controlt, je kan gewoon zeggen, die zijn onder bestuur van de Romeins-Katholiek Kerk. Punt. Allemaal. Ja. Zonder uitzondering elke senator. Kortom, allemaal. Dus, en elke volksvertegenwoordiger was en vandaag is Romeins-Katholiek gecontroleerd. Je kan ook zeggen: vogels kunnen vliegen. Je kan ook zeggen: alle vogels kunnen vliegen. Je kan ook heel ingewikkeld doen.
Maar zeg gewoon wat je wil zeggen. En hier staat dus een hij doet hier een beetje not directly controlled. Ik zou het zelf, als ik de editor was van in die tijd, maar dat kan helemaal niet. Dan ben ik aan het time travelen, een tijdreizen. En dan zou ik die negatie eruit halen. Ze waren allemaal gewoon, ze zijn gewoon gecontroleerd. De Verenigde Staten zijn overgenomen. Die protestanten zijn weggevlucht. Van, we hebben nog een stukje land. En dan zijn die katholieken erachteraan gekomen. Die universele, die globalisten zoals Alex Jones, onze meest geëerde jezuïet. Maar die zegt het ook, dit zijn de globalisten. Die eikels. Die niet gehoorzaam zijn aan de Heer. Zij werken voor... mag je zijn naam niet uitspreken, toch? Jij mag door. Ja, de hele zin is natuurlijk zo opgebouwd dat die negatie daarin hoort. Maar uiteindelijk kunnen we zeggen... die manier hoe dat hij het uitdrukt is natuurlijk een beetje eleganter. Anders had ik kunnen zeggen van... Weet je wat, Amerika is van begin af aan Romeins-Katholiek controleren. Maar dat is een zin die komt later en het is daarom dat hem dat hier op deze manier gaat uitdrukken. Want anders gaat die zin straks niet zoveel. Ik zei het al, dit wordt een goede uitzending. Ja, je staat heel goed stil bij de dingen. Dankjewel, gaan we door. Goed. Dus de volgende, de zin gaat dan verder, of die Alinea leest zich dan verder. Die comité's en de subcomité's, die ondercomité's, dus van de Verenigde Staten, van zijn Senaat en van het House of Representatives, dus van de Huis van Vertegenwoordigers, ja. die regerende, en nu komt het, Governing Commerce, Communications, dus communicatie, en Telecommunications, telecommunicatie, energie, medicine, gezondheid, opleiding en welzijn, menselijke diensten, wat dat ook mogen zijn, trouwens, ja, ik vind dat Perry, weet je, als ik begon te werken zoveel jaren geleden, als ik uit school kwam en ik begon mijn opleiding in de Kaufhof in Duitsland, in dat Duitse warenhuis daar, daar hadden wij een afdeling die noemde Personalabteilung. Personeelsafdeling. En dan wist je, dat was een afdeling die hield zich bezig met het leiden van het personeel. Ja. Vandaag noemt men zoiets human resources. Ja. Wij zijn niks anders als humane, we zijn nog geen mensen of personen niet meer, humane. Dat klopt er ook. Bronnen. Bronnen, waar je uit kunt pikken wat er wilt. Ja, zo beschouwen zij ons. Dus human services, vandaar, ik haat dat woord. Consumer protection, dus dat is verbruikersdiensten. Verbruikersbescherming. Degene die bestellen en betalen, die moeten beschermd worden. Ja. Ik ga het Engels voorlezen. Je mag zo door. Maar ik zou liever producer protection. Dat zou ik liever zien. Hè? Degene die mensen die echt iets leveren, die moet je beschermen. De kip met de gouden eieren, maar dan in menselijke vorm. En nu mag jij door. Ja, ik ga dus proberen die dingen in Engels te lezen en dan in Nederlands te vertalen. Maar als we helpen elkaar. Ja. Dan help mij alstublieft daarin. Finance and financial institutions, dus financiën en financiële instituties of financiële instellingen. Ja, goed zo. Transport. Labor and unemployment, werk en werkgelegenheid. Unemployment is werkloosheid. Werkloosheid, juist. Schandalig is dat, hè? Hazardous materials, dus gevaarlijke materialen. Ja. Taxation, dus belastingen. Ja. Bank regulation, bankregels, bankreglementen. Ja. Currency and monetary policy. Dus, Oké, ik moet nu naar de volgende pagina toe. Currency and monetary policy, dus dat is... currency, dat is de valuta op zijn Nederlands. Valuta en monetaire politiek dan. Ja, en het leuke is, currency, dat is ook stroom. Current is stroom. Dat weet ik ook. En een bank, dat is een, wat noemen wij, een dijk. Dus met een bank,
met een bak, hou je de stroom in bedwang. Ah ja, oké. Okay. Ja, leuk man. Het volgende. Ja, ik ga even daar heb ik, voor de luisteraars. Ja, gaan we door. Daar heb ik toen dat tijd denk ik al 5 minuten commentaar over kunnen geven. Ja, ja. Oversight of the Federal Reserve System. Toezicht op het federale reservesysteem. Ja. Dat Federal Reserve System van de Verenigde Staten van Amerika, dat weder federaal, dus nog bonds is, federaal is, dat helemaal niks met de Verenigde Staten van Amerika federaliteit heeft. Ja, mooi zo. Ja, ga door. Aan de ene kant nog dat het een of andere reserve heeft. Helemaal niet. Bij de oprichting van het Federal Reserve System moesten enkele miljoenen van iedere shareholder, dus iedere aandeelhouder, geplaatst werden. En de enige die echt goud toen geleverd heeft, dat was de regering van de Verenigde Staten van Amerika. Al die andere oprichters, dat allemaal Agenten van de Rothschilds waren, hebben gewoon Papiergeld in das Kluis gestopt. Ja. Wat dus toen niks waard was en wat vandaag niks waard is. Nee, natuurlijk niet. Ja, behalve als je postzegelverzamelaar bent. Want een postzegel van 60 cent die tijd, dat is nu 300 euro waard of zo. Ja. Dat is idolatrie, mijn vriend. Ik mag het tegen jou. Wij weten wat idolatrie is. Mm-hmm. Ga maar door. Commodity prices. Dus dat zijn de prijzen van goederen, veronderstel ik. De prijzen van goederen, ja. Rents, services, dus verhuurdiensten. Ja. Small business administration, dus kleine zaken administratief beheren. Urban affairs, dus dat heeft te doen met buitenstedelijke affaires. Ja. Europese affaires, European affairs. Near Eastern and South Asian affairs. Dus het even een vraag. Near Eastern staat 6K. Ja, dat is een printfout. Dat bedoelt N-teken zijn. Aha, ga maar door. Dat is een printfout. Ja, dat mag niet. Dus het Nahe Oosten en Zuid-Aziatische affaire. Terrorisme. Narcotics. Dit wordt echt verschrikkelijk dit. Ja, ga maar door. Narcotics, dus dat is verdovingsmiddelen. Internationale communicaties, internationale handel, oceans and environmental policy, oceaan- en milieupolitiek, verzekering, housing, dus huisvesting, community development, dus het ontwikkelen van de commune, federal loan guarantees. Dus dat zijn bonds, leningen die gegarandeerd worden. Dus dat heeft ook weer met de financiële wereld te doen natuurlijk. Economic stabilization measures. Wat is dat eigenlijk? Hoezo wil je economische stabilisatie? Maar ja, goed, dit is een punt, vond ik al schitterend. Heb ik toen al in de Engelse lezing een commentaar bijgegeven. Economic stabilization measures. Dus dat zijn maatregelen om de economie te stabiliseren. En dat begrijpt. Omvat ook wage, dus loonsalarissen en prijscontrole. Ja, maar ik dacht dat de Verenigde Staten van Amerika een kapitalistisch land was, waar een vrije markt gold, Perry. Ja. Waarom heb ik dan een Romeins-katholieke senator die zich daarmee bezighoudt? Wie heeft het te maken met mijn loon? Ja. En met prijscontrole, dat is afspraak, dat is kartellalisme, dat is monopolisme, of wat is dat? Wat heeft dat hier te doen? Uh-huh. Wie bepaalt hier de prijzen? Ik dacht, de markt bepaalt de prijs, vraag en aanbod. Uh-huh. Maar hier worden dus de prijzen gecontroleerd. Als ik, en dat schrijft Tapassos in de jaren 90, als ik een land heb in wiens economie de prijzen gecontroleerd worden van mensen in de regering, dan heb ik toch geen vrije markt. Totaal niet. Ik moet nog gelijk denken aan... En zie je nu hoe dat ze zo stilletjes aan meer en meer en meer het communisme binnenslippen zonder het te beseffen? Gold and precious metals transactions. Dus iemand houdt zich daadwerkelijk bezig met goud en
waardevolle metalen transacties ja. te reguleren. Landbouw. Dieren, dierlijke en forstindustrie. Ja. Rural issues, ja, dat weet ik niet hoe je dat kunt vertalen. Nutrition. Ja, rural is, je hebt urban, dat is de stad. En rural is dat wat buiten de stad is. Ah ja, oké. En dan heb je dus nutrition, dus in feite... Voeding. Prijsondersteuning. Price support. Food for peace. Ja. Eet voor vrede. Ja. Agriculture. Nou juist wist ik het nog. Agriculture. Nou ja, landbouw exporten. Ja, voilà. Vooral heel belangrijk sinds dat Monsanto bezig is met GMO's. Soil conservation, dus hoe ga ik mijn bodem gaan conserveren? Ja, daar heb ik nog wel wat over te vertellen, ja. Dus de kunstmatige bewatering van. Ja. Stream channelization. Dus dat is ook weer hetzelfde als met de banking, hè? Het controleren van de stroom. Ja. Gaan we door. Hier natuurlijk is dat dus om die natuurlijke lopen van de rivieren dermate in te palmen, dat ze allemaal kunnen gebruikt worden voor commerciële scheepvaart en dergelijke dingen meer. Ja, ja. Heel kort, ik woon in Arnhem, zaken ze in Duitsland. Ja. En die rivier, de Rijn, die is verlegd. Die hebben ze echt naar die berg toegelegd. Het is geen berg, het is geen bierk, maar zo'n heuvelgebied. Daar hebben ze die rivieren naartoe gelegd. Ja, ik heb er geen, het maakt mij niet uit. Ga maar door. Ja, het kwam er waarschijnlijk beter uit op die manier, hè? Nou ja, maar het maakt ook niet uit. Het water moet ergens naartoe stromen. Okay, het regent heel ver en het sneeuwt ook. Het sneeuwt in Duitsland. Schneit. Maar dan gaat het allemaal melten. Hè? Ja, dan komt het allemaal hier naartoe. Vloedcontrole is het volgende. Dus daar spreekt de jou in feite een beetje op. Namelijk vloedcontrole. Sorry. Dat is wel heel toevallig. Kleine ondernemingen. Ja, ja. Dan natuurlijk het milieu en de vervuiling ervan. Ja. Appropriations, daar weet ik nu niet hoe we dat zou kunnen vertalen. Toepassingen of zo. Nee, laat ons dan een keer toeslaan. Verdediging. Ja. Verdediging. Ja, vandaag de dag noemen we dat je allemaal... hij is de minister van Landsverdediging. Ja, ja, ja. 100 jaar geleden noemde dat krijgsminister. Ja, een krijgsminister, dat tenminste nog waarover het ging. Ja. Oorlog voeren. Dat is ook heel leuk. Heel tussendoor. Maar ik heb dus in de krant gelezen dat wij dus twee helikopters hebben. Of F-16's of zo. En die zitten in Mali. En die moeten voor onderhoud terug. Dat heet onze verdediging. Dus het ministerie van Defensie heeft dus apparaten. Namelijk helikopters in Mali. En er is een probleem mee. Ik weet niet wat wij... worden wij aangevallen door Maliërs? Maar ja, goed, gaan we door. Foreign operations, dus buitenlandse operaties. Dan, heel belangrijk, vaccinaties. Het labelen, dus benamen van drugs, dus daarmee is bedoeld medicijn, en de verpakking ervan. Drugs, medicijn en alcoholmisbruik, inspectie en certificatie van vis en geprocesseerd eten, dus verwerkt eten, het gebruik van vitamines en saccharine, national health insurance proposals, dus nationale gezondheidsverzekeringsvoorstellen, human services, nog een keer. Menselijke diensten. Legal services. Wettelijke diensten. Family relations. Oh ja, dus vind ik ook heel belangrijk. Relaties binnen de familie. Zo belangrijk. Even zeuren, maar... Daar moet de staat zich mee bezighouden, Perry, omwille van dat de familie dat alleen niet meer kan. De familie als kleinste sociale eenheid in de maatschappij... wordt gecontroleerd door Romeins-katholieke vertegenwoordigers in de regering. Ja, precies. Dat
Ja, maar hey, dat moet je eens een keer traag gaan lezen en dat moet je eens een keer verwerken. Ja, ja, ik heb het zelf meegemaakt. Family relations. Wat heeft in godsnaam, ja, in herres godsnaam, een katholieke, ja, vertegenwoordiger te doen met de relaties van een familie? Nou, het lijkt me, nou, wat ik heb meegemaakt, dat de moeder van mijn kind, die ging, neuken is een gewoon Nederlands woord, hè? Ja, ik ken dat, ja. Ja, ja. Poepen, zeggen ze op z'n Belgische, of zo, toch? Ja, ze hebben daar veel woorden voor, ja. Ja, precies, ja. Die ging gewoon, mijn kind was 5. En ik schreeuwde moord en brand. En er was geen overheidsambtenaar of nog een familielid, nog een buurman of buurvrouw, die er maar, ja, iets van zei. Ik kreeg alleen maar te horen van, een vrouw is een mens en een mens die wil zijn seksualiteit ontdekken. En daarvoor is ze toch getrouwd dat ze die seksualiteit kan ontdekken met een vaste partner? Ja. Maar zij had zoiets van, ik heb die ene film al gezien. Ik wil nou een andere film. Ja. Ja, Perry, dan komen we naar een heel ander onderwerp. Waar jij in feite op neer wil, is jouw vrouw heeft rondgehoord en mijn vrouw heeft dat ook gedaan. Dus in dat opzicht kunnen we ons de hand reiken. En wat ik heel belangrijk vind, ik heb er erg lang over gedaan om niet meer boos te zijn op haar. Oh, en jij hebt mij dat ook verteld met het vorige verhaal over die merci bonbons. Ja. Ja, ik heb dat uiteraard, ik heb daar heel, heel lang mee te vechten gehad. Ja. Ik ook. En ik kan je één ding zeggen, Perry, had ik geen christen geworden, dan zou het nog altijd hard zijn dat ik voor haar voelde. Ja. Maar goed, erg fijn dat je dit zegt, want ik weet dat er heel veel mannen zijn die net zo gefrustreerd zijn. En er zijn ook heel veel vrouwen die kennen gefrustreerde mannen. En het is goed dat je dat zegt. Wel, Perry. Geht weiter. Ik zal het een keer zo zeggen, hè. Revenge is mine, says the Lord. Mm-hmm. Ja, het is ook heel belangrijk. Zij zal de straf krijgen die zij verdiend heeft van onze Heer. Ja, dat zal in ik heb daar niks meer mee te doen. Ze heeft mij aangedaan wat ze mij heeft aangedaan. Jouw vrouw heeft jou aangedaan wat ze jou aangedaan heeft. En zij zullen daarvoor betalen op de ogenblik als ze voor de rechter staan. Uh-huh. Ja? En tot dan, iedereen maakt fouten. En ik ga er nog steeds van uit. Ik val je in de reden. Ik ga er nog steeds van uit dat de moeder van mijn kind een kans heeft. Ik denk dat de mijne nog nooit niet van God gehoord heeft, dus. Oh. Maar ja, kijk, het is niet aan mij om daarover te oordelen. God roept de zijne op zijn momenten. En dat zal wel goed kunnen. En ik zal het iedereen kunnen. Maar je kent ook het verhaal van het verloren schaap. Ja. Dat is een verhaal wat ik. Daar heb ik ontzettende ruzie over. Ja, dan zit ik in de kroeg, dan weet je dat ik in de kroeg zit. En dan ga ik het gewoon wel hebben over. Het zit over van die mensen die noemen zichzelf atheïst. En dat is een nieuw woord van dat je Albert Einstein bent, maar dan slimmer of zo, hè? En dan had ik steeds mijn vent en ging het verhaal vertellen van het verloren schaap. Ja, ik kon niet eens uitpraten, dan gaat iedereen gelijk kakelen. Maar het is een heel mooi verhaal. Dus jouw vrouw en mijn vrouw, dat zijn de verlorenen. En wij zitten gewoon in de schaapskooi. En God is weg om die verlorenen te zoeken. Want van die verlorenen houdt hij het meeste. Want God wil alles in de. Ja. Ja, wij weten het toch. Ik vind het ook heel moeilijk om mezelf te onderwerpen aan dat wat er gebeurt. En ik ben heel erg blij dat het me steeds beter lukt. En dat ik rustiger word. En ook echt die. Opgestuurde woede leidt nergens naar. Ja, absoluut niet. En ik zei nog laatst, want ik heb gisteravond gerepeteerd met mijn band. Ik heb mijn oude band weer opgestart. Dat heeft de bassist heeft dat gedaan eigenlijk. En ik zei dus ook van. Ik reageer liever mijn woede af op de snaren van mijn gitaar dan in mijn woord.
En ik heb dus ook een D-snaar gebroken. En dat vertelde ik ook in de kroeg natuurlijk. En er zei een andere gitarist tegen mij. Ja, je D-snaar, ja, die breek je. Heb jij ooit gitaar gespeeld? Een heel, heel, heel klein beetje. Als ik in de vijfde klas was of zo. Vijfde, zesde klas. Basgitaar. Die heeft maar 4 snaren. Ja, 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 ja. En dat enige wat ik echt goed kon, dat was... Down, down, down. Down, 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 down. Smoke down, on down. The water. Ja, smoke on the water. Ja, 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 ja. En wat we dan in de klas nog gespeeld hadden, dat was een of ander Beatles lied of zo. En dan weet oh, ik dat denk, waren Illuminati, hè, Beatles. Kijk, dat is, mijn, dat, is, doen, dat is mij onlangs nogmaal opgevallen. Dat ik dacht, dat lied Let It Be. Ja. Dat ik ineens denk, wat zingt die daar? Mm-hmm. Mother Mary, come to me. Speaking oh, words of wisdom. Let my. It be. Harry, daar is dat oh, mij okay. niet eerder doorgedrongen. Ja. Ik zeg van, Mother Mary. Ik zeg, ja, Maria, ja. aanbidding in Gods naam. Ja. Zo duidelijk. En dat was mij nooit opgevallen. Mij ook niet. Dus wij alleen. Wij zijn allebei dommelingen die aan het leren zijn. En dat in zijn de beste face. Leraren. In your face. Ja, echt waar. Ja, ja, absoluut. Ongelooflijk. Mother Mary come to me speaking ja. words of wisdom. Wat dacht je van die andere tekst? I love you, yeah, yeah, yeah. I love you, yeah, 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 yeah. I love you, yeah. Ja, kom op. Waar gaat het over? Dat is gewoon helemaal niks. En in die tijd, ook met de Rolling Stones van... I can't get no... satisfaction. Ja. Ik dacht, ja, what else is new? Ja. Ik vond het wel een goed lied. Dat wel. Oh, dat is ja het vieze daarbij. Mhm. Je wordt er zo meegesleept. Je wilt mee drummen, je wilt mee zingen, je wilt mee dansen, je wilt ja. alleen toch tenminste mee bewegen met de ritme van. Ja. Ik kan je één ding zeggen, Perry. Vroeger was ik daar zot op zo'n dingen. Hè? Voor ik Christ werd, luisterde ik naar Guns N' Roses, mm-hmm. AC/DC, ja, AC/DC ja. en Rammstein. Ah! En ik had alles van Rammstein wat ze uitgebracht hadden. En in mijn auto, als ik binnenstapte, was ja. de cd erin en de volume op het hardst dat het maar kon. Goed zo, mijn zoon. En boem, boem, oh, sorry, boom. Maar ik mocht niet meer zo zeggen. Maar ja, 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 ja. En meer brullen met die muziek. Ja, natuurlijk, man. Kom op, kick ass. Vandaag ja. word ik ziekelijk, als ik er alleen nog maar aan denk. Ik word echt, ik word lichamelijk misselijk. Ja. Ja. Als ik er nog maar aan denk. Ja, 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 ja. Maar die muziek tijd... is zo meeslepend. Ja. En dan in ene keer denk je na. AC/DC, Hell's Bells, Highway to Hell. Ja. All that stuff. Dan denk je van, hoe heb ik ooit dat kunnen dermate appreciëren? Dat dermate invallen. Ik begrijp je. Dat je, weet je... Alsof dat je je hersenen uitschakelt. Bang! En je volledig laat gaan in een transe van bezetenheid. Ja. Zo te beseffen op de logo. Ja, ja. En aan de andere kant. Want elke... Het is maar een tekst, hè? En het is maar een band. Het zijn maar 4 jongens. En ze spelen gewoon in de maat. En... De boodschap van we are on a highway to hell, highway to hell, betekent alleen maar het allerergste komt nog. Ja, want niet de weg en dat hoe is erg, daar aankomen is erg. Wat mooi is aan AC/DC, om even over de positieve dingen te hebben, het is hele energetische muziek. Het zit... Die jongens hebben echt goed geoefend. Ja, en dat maar mag je waarderen. Niet... En het is muziek die niet te ingewikkeld is. Dus AC/DC, dat luistert mijn dochter ook. En die doet ook gewoon lekker wah, wah, wah. En zij weet ook wel, dat is alleen maar een spel.
Je moet het een beetje reduceren tot wat het is. En dan is het wel goede muziek. Heb jij eens een keer op YouTube die documentaire gezien, They Sold Their Soul for Rock and Roll? Ja. Ik ga hem even opschrijven. Dat is, ik denk, meer dan 30 delen als dat zo ingedeeld is. Of anders is het een 4- of 5-delige serie van 1 uur of 2. En Rock'n'Roll Sorcerers of the New Age, of hoe dat noemt, is ook een schitterend documentaire in dat opzicht die je moet gaan kijken. Daar spreekt trouwens Chris Pinto over, want die heeft hem daartoe geleid, van de muziek weggeleid in een tijd. Iets met Rock'n'Roll Sorcerers, ik kan het opzoeken. In dat interview met Tom Fress spreekt er, denk ik, daarover, Chris Pinto. Die filmmaker van The Lamp in the Dark en The Wheat and the Tares. Mooi dat je dit even zegt. En America's Riddles and Stones en The Hidden Face of the Founding Fathers. Allemaal fantastische documentaires van Chris Pinto. Die uiteraard een futurist is, maar dat is weer een andere zaak. Ja. Nee, kijk, om nog eventjes een keer op AC/DC terug te komen. Ja, precies. Kom. Angus Young heeft zelf toegegeven dat hij bezeten is van een demon als hij op podium staat en deze muziek speelt. Ja, ik doe dat niet, ik word overgenomen van. En dat is waarom dat ik mij absoluut niet meer daaraan wil geven. Anders zou ik altijd zeggen van, oké, okay, gelijk dat gezegd met je dochter die er ook naartoe luistert, en ja, dat is maar op de highway naar hell, dat is niet daar, hè? Bij wijze van spreken. Dat is allemaal niet zo erg. Nee. Ik reduceer dat vragen. In Duits hebben we een heel interessant spreekwoord, Perry. Dat noemt Weret den Anfängen. Dat mag je echt proberen te vertalen in het Engels of Nederlands. Beware of the beginnings. Naar het Nederlands. Even terug. Even Weret. Weret den Anfängen. Weret, dus Weret. Verdedig u. Weret den Anfängen. Wees voorzichtig met de beginning. Ja. Wij op het Nederlands zeggen van het een komt het ander. Ja, dat zeggen we in Duits ook. Van einem komt das andere. Ja. Dat zeggen we ook in Duits. Dat is weer een ander gezegd. Maar weer het in aanvangen is van. Ja, weer het in aanvangen, ja. Ik begrijp. Dat is dat waar je mee instapt. Weet je, dat is bij wijze van spreken de instaptrucs. Als ik kind was, heeft men wijs gemaakt, als je ene keer een joint rookt, dan ga je de volgende dag een heroïnverslaafde zijn. Aha. Ik heb in een tijd Wie Kinder van Bahnhof Zoo gelezen en ik heb daarover een essay gehouden in school van Dick Uhr. Ik heb dat boek toen verslongen en ik heb toen mijn moeder beloofd dat ik nooit meer een joint zou roken en het heeft daadwerkelijk geduurd tot ik ver boven de 30 was. Totdat ik ooit een keer een joint getrokken heb, omdat ik daar zo echt op was. Ik was met een vriend die de Tom van die ik denk ik al een keer verteld heb, daar mijn Vlaamse vriend hier die in Lübeck woont, hier een dorpje verder bij mij, met die ik nu bevriend ben sinds 1993, dus we gaan ondertussen al meer dan 20 jaar terug. Mooi. Die heeft in een tijd al joints gerookt en ik heb dat nooit niet gedaan en tot ik op een dag dan eindelijk eens een keer toegegeven heb en sindsdien dan ook af en toe eens een keer gerookt heb, maar gewoon omwille van dat ik gezegd heb van dat is de instap terug, vandaag doe je marihuana en morgen hang je aan de naald. Nee, dat is niet waar. Ja, maar oké, okay, dat weet ik ondertussen ook. Even om je te verlichten, zeg maar, ik heb tegen mijn dochter voor nog een 2 dagen voor verteld dat ik cocaïne gedaan heb. Wel 3 keer. Voor niks, hè. Dat kreeg ik gratis aangeboden. En ik zei tegen haar, niks. Zo'n helemaal niks voor mij. En ik heb ook speed gedaan. Ook gratis. En dat vond ik lekkerder dan paracetamol. En paracetamol heb ik hier gewoon in huis. Ik heb altijd een paar pillen. Ja. En ik doe dat eens in de 6 maanden of zo. En dan neem ik een paracetamolletje. Ja, kom op. Wat maakt het uit? En het roken van wiet, of hashish of whatever, dat is helemaal niet schadelijk. Het is zelfs zo dat het is een hele goede plant. Ook het hoe die plant groeit, het is een ontzettende overwinner. Het beeld van die plant alleen al, het geeft jou al het idee van dat zou ik ook kunnen. Het is echt een groeier. Een vriend van mij, Hoeka, en ik heb het toch
Hij komt ook uit België. Hij is een Walloniër. Ik heb het gehad over dat ik met jou kennis had. En Hoeka, die heeft tegen mij gezegd, hij is een soort vluchteling als Belg hier in Nederland. En hij heeft gezegd, ik werk niet meer voor die klootzakken. Hij trekt een uitkering, hij heeft een of andere lullige woning en hij heeft een salamandertuin. Dus hij kweekt salamanders en allemaal. Ja, een organische man. En die had dus ook harsplanten in zijn tuin. En de buren gingen zeiken. Nou, dat gaat dus niet. Want hier in Nederland mag je 5 planten in principe wordt gedoogd of zo. Maar als de buren gaan klagen, ben je bij 1 plant al de lul. En hij wil niet zijn woning uitgezet worden. Nou, wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft een aantal vrienden. En die hebben wel aardige buren. En hij heeft voor 100 euro zaden gekocht. En heeft hij gewoon geplant bij die 3 vrienden in de tuin. En heeft nog een aantal zaden in het bos. Dus hij heeft gewoon. Hij werkt niet meer. Dus hij zit alleen maar op zijn mountainbike. Gaat hij door de bossen hier overal. En dan weet hij precies de goede plekken. Nou, dan heeft hij gewoon de schep ingedaan. En dan uitgegraven. En dan potgrond erin. En een mest erbij. En een zaadje erin. Ja, laat maar groeien. Het is een hele sterke plant. En die gedachte is goed voor ons. Los van wat je ermee doet. Want je kan met hennep in de 19e eeuw, tot aan het begin van de 20e eeuw, kon men in Amerika belasting betalen met hennep. De touwen werden ermee gemaakt. Je kan er spijkerbroeken van maken. Je kan er bolpennen, wat wij plastic noemen, met polyvinylchloride. Dat kan je gewoon van hennep maken. Zo sterk is die plant. En het is een eenjarige plant. Dus waar maak je je zorgen over? Die plant gaat gewoon dood aan het einde van het jaar. Wat wil je dan met dat plantafval? Toch? Het is een goede plant. Jij mag. Ik kan je dan niet tegenspreken dat het een goede plant is. Ja. Maar God heeft niet bedoeld dat wij dat spul gaan roken. God heeft niet bedoeld dat wij roken in de eerste plaats. En ik weet, je moet daar niet over beginnen, ik weet het zelf. Die foto's van die zwarte longen en al die kwatsch, dat is allemaal niet waar. Ja, dat weet ik ook allemaal. Dank je. En je krijgt van roken geen longkanker. Mensen, laat u dat niet wijsmaken. Mooi gezegd. Maar, en dat is een andere zaak, Perry. Mm-hmm. Onze lichaam is de tempel waar God in verblijft. En deze tempel moeten wij niet bevuilen. En als wij een of andere substantie tot ons nemen, gelijk roken, is het nu tabak of is het tabak met wiet? Ah. Of is het alcoholische drank? Ja. Dan is dat niet goed, dan is dat tegen Gods gebod. Ja. Nu, ja. Pas op, ik ben geen preacher. Ik kan niet zeggen van wat je mag doen en wat je niet mag doen. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Ik kan je één ding zeggen, Perry. Ik ben beginnen te roken, dan was ik 12,5 jaar oud. Oh, zo vroeg al. Was je eerder dan ik. Ja, ik heb dat toen gedaan omdat ik van school ging naar een andere school en ik moest me integreren in een nieuwe klas. Ja. En ik dacht, om mij te integreren, moest ik daaraan meedoen. Hmm. Ik heb dan tussendoor eens een keer tijdens mijn huwelijk, ik denk 3 jaar of zo, ben ik gestopt. En dan ben ik nog een keer gestopt voordat ik mijn... Je bent iets vergeten. Want voordat je de tweede keer kon stoppen, ben je weer begonnen. Ja, ik ben terug begonnen, ja. Waarom dan? Op een avond was ik bij een klant en die smoorde met zijn vrouw 1 sigaret na de ander. En dan kwam ik buiten en heb ik gezegd van ik ga een pak kopen. Ik heb de eerste sigaret gehoest gelijk en zot en dan heb ik de tweede gerookt. En dan had ik weer plezier en dan ben ik dus verder gegaan. En dan de eerste nog... was hoesten. Okay. Ja, gehoest gelijk en zot. Ga maar door. En dan ik heb er wel een vraag over, maar dat maakt niet uit. En dan ben ik ergens in 2013 ben ik teruggestopt. Ik weet niet meer wanneer. En dan heb ik ja mijn aanval gekregen van multiple sclerose eind 2013. Ben dan begin 2014 naar onderzoek geweest in het ziekenhuis. En hebben mij dan gediagnosticeerd met MS. En daar heb ik gezegd... Wat voor klachten had je?
Ik had een oogontsteking aan mijn linkeroog, dat ik bijna niks meer kon zien. Mijn zicht was voor 90% weg. En ik had pijn aan dat oog. Mijn linker... ja. Ik dacht dus, dat was gewoon iets met pijn en het gaat gewoon terug weg. Want ik ben iemand van, ja, als je een kwaal krijgt, ik zeg van, dat komt van alleen, dat gaat ook van alleen. Daar moet je niet naar een dokter voor gaan, die kan je toch niet helpen. Dat enige wat hij doet is je geld afpakken. Maar als het na een paar dagen niet beter ging, heeft mijn ma gezegd van, ga naar een dokter. Maar ik wil nu dat hele verhaal met van mijn MS niet vertellen, maar ik ben in elk geval naar het ziekenhuis, hebben ze mij gediagnosticeerd met MS. Ja. En dan heb ik er toen gezegd van, what the fuck, dan kan ik ook even goed terug gaan smoren. Mooi. Even heel kort, hè. Mm-hmm. Ik maak muziek en dat is met een vrouw, met een groep eromheen, en die heeft ook MS. Die heeft ook een rolstoel of zo'n autootje krijg je hier in Nederland. Van die kan dan 20 kilometer per uur of zo. Mm-hmm. Ga maar door. Ja. En dan ben ik dus terug gaan smoren. Maar ik was toen ook nog niet zo ver in mijn geloof. Hè. 2014, ik ben pas in 2013 heb ik eigenlijk naar Christus gevonden pas. Dus ik was toen nog zeer, zeer jong in mijn geloof. Maar mijn moeder is dan gestopt in... oktober 2015, want die had al een beenamputatie en het volgende been slipte ook dicht en de dokter heeft gezegd heeft je moeder suiker? Nee. Hoe komt er die verslipping dan? Verslipping? Ja, omdat blijkbaar haar aderen allemaal vol kalk zitten, weet ik veel waarom. Misschien door het roken. De dokter zei in elk geval, madame, als je volgend jaar niet terug wilt komen en dat je volgende been ook nog wilt verliezen, dan moet je stoppen met smoren. Dus is zij gestopt met roken in 2015 en een jaar daarna, verleden jaar in 2016, ben ik dan ook eens een keer gestopt. En ik kan daar alleen over zeggen, als mensen zeggen van, je hebt zo van die verslavingen, ofwel is het alcohol, ofwel is het spelen, gambling, gaming of zo. Of het is roken, en roken is ja nu echt een verslaving die mentaal is, want je bent niet fysiek afhankelijk van sigarettenrook. Wie je dat wijs maakt, dan heb je nog geen twee werkende hersencellen niet meer, dan geloof je ook nog in Sinterklaas. Oké, dan moet jij dan weten. Heb je Sinterklaas ook in België? Ja, tuurlijk. Oké, ga maar door. Ja, die komt met een stoomboot van Ginder uit Holland toch, hè? Oorspronkelijk uit Spanje en dan via Holland komt hem naar Vlaanderen, hè? Naar Antwerpen of zo komt hij nog altijd aan ergens in november. Zie eens, komt de stoomboot met Sinterklaas, bla bla. Allee, wat, dan gelooft er dus ook nog in Sinterklaas als je gelooft dat je fysiek afhankelijk wordt van sigarettenrook. Neem maar, de punt is, ik ben verleden jaar in eind september ben ik gestopt na meer dan 35 jaar roken. En uiteindelijk moet ik zeggen, en dat is in feite waar ik op neer wil, je kunt met al deze dingen gaan stoppen met de hulp van Jezus Christus. Als je denkt het voor jezelf te gaan kunnen van, och, we beginnen met een quote-unquote nieuw jaar, hè? Gelijk zoveel mensen zich daar voor het nieuwe jaar. Ja. Iets van de meest belachelijke dingen wat ik ooit in mijn leven gehoord heb, maar zwart, laat ze maar doen. Ik wil maar zeggen, dat is allemaal kwatsch. Als je een gelovige Christ bent en je vraagt Jezus om hulp om dat te overkomen, hij heeft me nog met ganz andere dingen geholpen, daar wil ik nu niet op ingaan, omdat we al meer dan uur bezig zijn, dat is misschien voor een andere keer, als ik dat sowieso ooit eens een keer wil openbaar delen, ik denk het niet. Ik denk dat ik dat eerder privé ga houden. Daar zijn ook een paar dingen een keer te persoonlijk, te intiem om te delen met de wereld. Ja. Maar als je zoiets als stoppen met roken wilt doen, daar echt van af wilt, in de Bijbel staat geschreven, we can do nothing out of ourselves, but we can do everything with Jesus Christ. Ja. Dat is waar. Ik woon dus hier in een heel goedkoop flatje. En ik kreeg een renovatie. En ik werd voor wekenlang mijn woning uitgejaagd. Zonder vergoedingen. En dan moest ik naar mijn moeder. En mijn moeder die is dan gestopt met roken toen ik 11 was of zo. Dat vond ik best wel handig. Want voor die tijd werd ik om de weersomstuit iedere keer de deur uitgestuurd om sigaretten te gaan kopen.
Mijn moeder zag mij als een productieeenheid. Zeg maar, oh, ben je mooi voor school? Ja, sigaretten kopen. Maar dan stopte ze met roken. Maar goed, toen had ik dus een probleem dat ik geen woning had. En ik in de rondte bellen. Nou, niemand had ruimte. Dus toen terug naar mijn moeder. Ai, ai, ai. En ik wist van tevoren al van no smoking there. Dan kan je gewoon niet roken. Nou, voor iedereen die wil stoppen met roken, stop met suiker. Stop met suiker, stop met het andere spul, koolhydraten. Gewoon kappen. En dan is het stoppen met roken. Ja, koffie, niet meer. Koffie niet meer en ook niet meer. Je moet niet meer eten omdat je het lekker vindt. Je moet geen lekker eten meer eten. Je moet alleen maar eten wat goed is voor je lichaam. En dan stop je met roken voordat je Mississippi kan spellen, man. Ik heb nooit een anti-nicotine pil moeten eten. Ik heb toen 6 weken lang niet gerookt. Van de een op de andere dag. Helemaal niet, hè. Geen haar, geen tabak, geen wiet. En ook alcohol. Heb je ook helemaal geen zin meer in. Je wordt zo helder als wat. Ja, dat is wel zo. Ja, absoluut. Dat was geen lachen om je uit te lachen. Dat was een lachen ter bevestiging, ja. Terry. Ik heb een tijd, hè? Toen was ik getrouwd met de moeder van mijn kind, mijn dochter. En die zat altijd te zeuren. Over alles eigenlijk. Dus ook over mijn roken en mijn alcohol drinken en mijn wiet roken en noem maar op. En dan denk ik, oké, kap ermee. Happakee. Afgelopen ermee. Nou, en toen werd ik dus heel helder en heel fris. En toen was ik in de esoterische boekhandel. En ik zag daar een advertentie hangen voor zangles. En toen dacht ik, nou, dat is wat voor mij. Ik was zo helder als een haring in de Noordzee. Hè? Dat is wat voor mij. Dus ik naar de moeder van mijn kind toe. Ik zeg, nou, ik heb een advertentie gezien voor zangles. En wanneer schikt dat jou? Want dan moet ik wel overleggen, toch? Want dan ben ik naar zangles en dat was ergens hier 10 kilometer rijden, maar ik had een auto. En welke dag schikt het jou? En toen zei zij, jij gaat niet op zangles, want je bent een slecht mens en je maakt andere mensen ziek. Nou, Jurk, de volgende dag zat ik weer in de kroeg. En er waren tenminste mensen die zeiden, die waren een beetje aardig tegen mij. Wat heeft er van zin om nuchter te zijn in een wereld met mensen die allemaal dronken zijn? Het is een mooie discussie tussen ons. En jij hebt in principe gelijk. Maar ik ook, op een bepaalde manier. Ik kan je niet tegenspreken. Overleven moeten we. En we moeten vriendelijk zijn in ons woord. En de waarheid vertellen natuurlijk. Een beetje Teletubby lesgeven in Lalaland, dat doen wij niet, toch? Ik had nog allemaal aantekeningen gemaakt. Mag ik het even heel snel met je doornemen? Ik wil anders graag eventjes dat stukje hier afsluiten in Rulers of Evil. Dan zijn we nog maar bij een paar dingen die we moeten opnoemen. Ja. The Arts and Humanities, dus de kunsten. Waar zit dat? Ja? De kunsten en de humaniteiten, wat dat ook wil zeggen. Uh-huh. The Handicapped, dus de gehandicapten, de behinderten, zoals we in Duits zeggen. Gehandicapten. Oh, ja, precies. Ik volg je. Ja, hier zit het. Ja. And aging, dus die ouderen. In andere woorden, virtually every aspect of secular life in America. Virtueel, elke aspect van het seculare leven in de Verenigde Staten van Amerika kwam onder het voorzitterschap van een van deze Romeins-Katholieke personen. En ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar de meest bekende die hij noemt is Edward Kennedy van de Kennedy-clan. Joseph Biden, we spreken dus over de publicatie van 1992, die nu op dit ogenblik, vandaag de dag, de laatste dag, nog minister van Binnenlandse Zaken onder de Obama-administratie is. Ja. Vanmorgen heb je de inhuldiging van Donald Duck. En, ik noem hem altijd, ik heb al van die zendingen met professor Dr. Mark Robinson.
Ja, ken ik, gewoon een ja. vriend van mij. Maar dat noemen we altijd Donald Trumpet. Ta-ta-ta-ta-ta! Ik noem hem altijd Donald Duck. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Leuk dat ik het zeg. En de laatste persoon die we daartussen hebben is John Kerry. Ja, ik ga hem even Skull aanmerken. Skull and Bones. Skull and Bones, anyone? Opgeleid in Yale University, die dan in 2004 tegen een andere Skull and Bones, George Herbert Bush, George W. Bush aantrad. In de electie, of beter gezegd de selectie van het presidentenamt in Dienst. Exact, ja. Dus ik wil maar hebben van die mensen die hier in 1992 erop staan, zijn vandaag de dag, toch al meer dan 20 jaar later, nog altijd bekende en belangrijke, tussen aanhalingstekens, personen in de politiek. Die allemaal van de duivel is. Ja? Maar dus, dit belangrijke stuk, Perry, vond ik tenminste, dat heb jij, spijtig genoeg, in uw lezing, compleet overgeslagen. Ja. En dit leidt in feite daartoe, dat men kan zeggen, zoals Tapper Saucy dat doet, in ik weet niet waar zegt hem dat nu, want het is hier ergens. Het staat hier ergens in. Pagina 4. What? Pagina American 4. Government Roman Catholic from the beginning? Ja. Dus een bladzijde achter dat waar wij tot nu toe gelezen hebben. Pagina 4. Komt Tapper Saucy op pagina 4 tot de conclusie dat hem zegt, wat blief, de Amerikaanse regering is Romeins-Katholiek van de start. En nu wordt het natuurlijk interessant om de relaties van de Romeins-Katholieken en de Jezuïten tegen de protestanten in te zien, want uiteindelijk wordt Amerika in deze wereld van buiten gezien als een protestants land. Dat wel vanaf de inauguratie, het begin in 1776, en daar gaat het hele boek in feite heel schoon over, met al het geschiedenis op te dekken daarvan, dat in feite sinds 1776 al van begin af aan Romeins-Katholiek bestuurd was. De mensen in het land hadden misschien nog een protestants geloof op dat ogenblik. De kerk deed misschien nog protestantse leer uitbrengen in den tijd. Maar de regering was van aanvang aan Romeins-Katholiek. En niemand schrijft er beter over als Tapper Saucy. Yep. En daarom is dit een zeer interessant boek. Nu Perry, graag nog eventjes jouw opmerkingen, want we zitten al boven een uur en ik weet dat jij dat dan graag wilt afronden en ik ook, want de attentiespan van onze toeschouwers is uiteraard meestal niet veel langer dan dit. Ja. Dus doe graag nog jouw opmerkingen. Heb jij nog wat mij? Ik heb als eerste dan ik ga er een paar die komen de volgende keer wel, want anders duurt het te lang. Ik heb een opmerking gehad van Lieneke. Onze Lieneke van de Hoeven van de Grijp. Ja. En die was weer positief. Ik wou zeggen, wees gegroet Lieneke. Niet omwille van dat je positieve feedback geeft, maar omdat je überhaupt feedback geeft. Want daar zijn niet al te veel mensen die feedback geven op die zendingen die wij hier doen. En het schoonste aan deze zendingen hier tot nu toe met Perry, moet ik eerlijkerwijs zeggen, is wij hebben niks. Maar ook geen woord op voorhand afgesproken waar het over zal gaan. Ja. Alles wat we hier doen is spontaan op dit ogenblik. En het is schoon dat mensen zoals Lieneke deze dingen gaan bekijken en dan tenminste daar eens een keer een paar positieve woorden voor over hebben. Daarvoor dank en gelijktijdig een herinnering aan al die andere toeschouwers of luisteraars om ook eens een keer iets te laten weten. En het hoeft niet positief te zijn. Als je iets negatiefs hebt, dan willen we het ook graag horen. Daar kan men over discussiëren. Want nog Perry, nog ik hebben de waarheid met lepels gefret. We zijn ook allemaal nog aan het leren. Yep. Nou, en de laatste is dan een vraag. Jij ging toch poelen met je zoon? Toen? Ja, snoeker, ja. Oh ja, nee, snoeker, ja, snoeker.
Hoe is dat afgelopen? Wie heeft er gewonnen? Ach, mijn zoon natuurlijk. Ik weet niet meer van die avond zelf. Ik denk dat ik er één frame heel dichtbij kwam om die te winnen. En dan heeft hij mij nog afgemaakt. Ik denk ik heb 5 of 6 frames achter elkaar verloren of zo. Okay. Maar ik heb goed kunnen meehouden. En we hebben ons zeer, zeer goed geamuseerd. We hebben echt plezier met elkaar gehad. En dat was het meest belangrijke. Ja. Dat was vroeger, Perry, dat was vroeger bij mij anders. Vroeger was ik zo gefrustreerd, heb ik mijn koe door in de rond gesmeten, als het niet ging. Ik heb getierd en geschreeuwd en op tafel geklopt. Oh. Echt waar. En dat doe ik dus niet meer. Hè? Tot grote vreugde van je zoon. Tot grote vreugde van mijn zoon en tot grote vreugde van mijn keus. Die niet meer om de haverklap kapot gaan. Ik heb echt een paar keus al aan degelen gesmeten. Maar die ik nu heb, die gaat nog altijd goed mee. En ik ga die ook in de toekomst niet meer gooien. Even stoppen. Heb jij je eigen keu? Ja, tuurlijk. Ai, oké. Okay. Mijn zoon heeft een handgemaakte keu van een van de beste keumakers van ganz België. We hebben toen een tijd samen met die Case, die kast waar hem in zit, €750 voor betaald voor zijn keu. Die heeft een echt professionele keu. Schitterend stuk met alles erop en eraan. En een fantastische case. Echt fantastisch mooi. En die van mij, ja, die kost een beetje minder. Ik denk €250 of €300 of zo, wat ik in totaal ervoor betaald heb, ja. Oké. Ik heb al bijna 20 jaar mijn eigen keu, maar dat is niet de eerste die ik heb. Ik heb dus een paar antikkelen gesmeten, ja. Oké, wat leuk. Dan leer ik je beter kennen. Dan weet ik ook wie je bent. Een mooie anekdote. En ik hou van die woede. Dat waardeer ik. Dat vind ik echt mooi. Als mensen gewoon hun vuur, ja, dat je iets wil, in ieder geval. En je niet laat leiden. En jij leest de Bijbel. Dus over jou hoef ik mij geen zorgen te maken. Jij weet het wel. Mooi man, hartstikke goed. Echt ontzettend fijn. Ik wil nog even vertellen dat ik dus in de kroeg ontmoet ik christenen. Dat zijn niet per se mensen die christen zijn. Die zitten onder de tatoeages, hebben al rare dingen gedaan. En ze zijn christen. Die ontmoet ik echt hoor. Jonge mensen, met kinderen ook. Hè? Hey Perry, ja. Don't judge a book by its cover. Nee, precies. Je moet de inhoud kennen. En ik merk gewoon dat mensen op zoek zijn. En dan kan ik gewoon een bijbeltekst citeren. En gaat er allemaal die kopjes gaan van boven naar beneden. Je snapt het wel. Hè? En ze zeggen niks, maar ze knikken alleen maar. Dus het gaat de goede kant op. En die andere is dus het getal 666. Maar dat doen we echt een andere keer. Wat is er met het getal 666? Nou, het periodiek systeem der elementen, daar staat dat ook in. Mm-hmm. Rara, hoe kan dat? Daar ben ik me niet van bewust. Ik dacht altijd dat het maar tot boven de 100 ging. Ja, dat is het aantal protonen. Als je het aantal protonen op 6 houdt, dan hoort daar 6. Horen daar 6 neutronen bij. Die vormen samen de kern. En die 6 neutronen moeten die 6 protonen, die positief geladen zijn en dus elkander afstoten. Moeten die 3 om 3 moeten elkaar, 6 om 6 moeten elkaar in het evenwicht houden. In een bepaalde constitutie. En daaromheen heb je 6 elektronen. Dat is het element nummer 6. En wat ik dan ook opmerkelijk vind, is dat de mens kwam op de 6e dag. We hebben het hier over koolstof. En koolstof is de constitutie van onze aanwezigheid. Daarom verdoemt Satan het ja met zijn global warming. Zij kooldioxide, hè, wat wij uitademen. Hè? Ja, wij zijn... zoals ze op z'n Belgisch zeggen,
Zij spelen met onze voeten. Maar dat wordt een andere keer. Nou, ondertussen, ja? Perry, zijn ze al tussen onze benen een beetje hoger als met de voeten aan het spelen, als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, ja. Ze spelen met onze kleuter al lang. Ja. En ik ben iemand die, als er met gespeeld wordt, daar graag zelf mee speelt. Of tenminste bepaalt wie daar mee speelt. En zeker dat niet de regering. Dat lijkt mij ook, ja. Dat lijkt mij ja. Ook. Gewoon echt ontzettend bedankt voor het ging precies zoals ik verwacht had. Het ging beter als ik verwacht had. Oké. Dit is minimaal. Wat is zo leuk, hoor. Wij worden gestoord ergens hier in Nederland. Hè, want daarboven in Groningen, daar hebben ze een bauxietindustrie. Daar hebben die bauxiet, die halen ze uit Suriname. En die wordt daar tot aluminium gemaakt met heel veel stroom. Ja, en daar zit Google momenteel. Maar Google heeft ook een filiaal in de Ardennen. En daar staan dus echt allemaal computers. Ik ben van de computerindustrie. Hè. Dat zijn hele grote machines. En wij staan ergens daarin. En ze kunnen niet alles weggooien. En wie weet over 200 jaar, dan is er een of andere student en die hoort ons nog. De nieuwe boekdrukkunst, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ik ben geen datesetter, maar ik geef deze wereld geen 200 jaar meer, Perry. Ach, nee, kom op. Stel je niet aan. Nee, onze heer gaat eerder terugkomen. Deze wereld, ja, deze wereld geef ik geen 200 jaar meer. Dat ben ik met je eens. Dat heb ik gezegd. Ik heb niks anders beweerd dan dat. Ja, ik heb gezegd deze wereld. Ja. De wereld, die ik heb met die oude band, is zo'n, daar heb ik het over, ik maak alles nieuw. Letterlijk op zijn Nederlands, zie, dubbele punt, ik maak alles nieuw. Dat is wat Jezus heeft beloofd. Ja. Dank je. Er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. Yep. En ik kijk uit naar dat ogenblik dat hij terugkomt en dat hij mij ofwel uit mijn graf roept, mm-hmm. of dat ik op den ogenblik in de twinkling of an eye veranderd wordt en hem eindelijk eens kan zien voor wat hij werkelijk is. Dank je, Perry, voor de uitnodiging voor dit gesprek en Nee, u is bedankt. Doe gerust nog eens een keer rustige afsluiting. Ik wil me bedanken bij de toeschouwers en de luisteraars, onder andere Lieneke, die nog af en toe eens een keer reageert, waarvoor mijn dank nog een keer. En alstublieft, ook de toeschouwers, pak het niet op alsof dat ik Perry wil bekritiseren met zijn manier van Rulers of Evil te lezen. Maar ik heb ondervonden met al die dingen die ik aan het lezen en doen ben, dat Rulers of Evil een van de meest belangrijke boeken is, die bij de mensen echt verstaan moeten worden. En het is geen boek om er door te razen. Men zal zich beter de tijd nemen. Dus hier bij deze ben ik daarvoor bereid om met Perry samen te zitten regelmatig en dat een keer te doen, want ik heb het tenslotte in Engels en Duits al gedaan, waarom niet nog in Vlaams ook een keer? Ja. Ze zeggen toch, derde keer is scheepsrecht of zo. Hè? In Engels zeggen ze van third luck charm or something. En in Duits zeggen ze drittes Mal gutes Mal. Drittes Mal gutes Mal, dat klinkt wel goed. Ja. Wie auch immer, whatever. Perry, bedankt voor de uitnodiging en voor de leuke avond. En kijk er naar uit naar onze volgende zitting. Oké. Okay. Jurk, blijf nog even hangen. Ik doe de afsluiting. Mensen, ik hoop dat jullie nog luisteren. En ik ga gewoon lekker door op mijn eigen manier. Ik raus er doorheen. En Jurk Liesman corrigeert mij, auf Deutsch, waar dat nodig is. En nu ga ik op. En als Hamburgs, zag ik tjus. En dag, lievers.